Ik weet nog, vroeger was het heel normaal dat er gerookt werd. Ook mijn moeder rookte ook thuis, ook in de auto. En daar hield ik niet zo van. Ja, het was eigenlijk gewoon normaal dat mensen in zwembaden rookten. Ja. En nu, als je dat ziet, dan denk je toch wel even, oh ja, dat kon vroeger gewoon. En nu is dat eigenlijk best gek. Ik hou helemaal niet eens van roken, niet eens de geur. Het gaat gewoon niet samen. Omdat sporten en roken not done is. Het is echt gewoon belangrijk dat de mensen zich van bewust zijn hoe slecht het is. En vooral de jongere generatie, dat ze niet daarmee in aanraking komen. En dat ze absoluut weten dat ze het niet moeten gaan doen. En ook omdat we gewoon naar heel veel plekken rookvrij zijn. Dat valt er toch wel weer extra op als ineens iemand zit te roken. Ja, en ik denk dat het dus belangrijk is dat we ook met elkaar ons realiseren dat we rookvrij moeten kunnen opgroeien. En dat dus sport en roken niet samengaat. En dat het een vanzelfsprekendheid is dat we rookvrij worden. Sportclubs, ja, jullie staan voor natuurlijk voor gezondheid. Dat onze kinderen gezond opgroeien, in beweging zijn. En er hoort het niet in aanraking komen met roken volgens mij ook bij. Dus ik zou eigenlijk alle clubs willen vragen, word rookvrij. Dan help je niet alleen je leden, maar heel Nederland.